Ik sta hier nog altijd op de wei van Werchter bij de Signaal Summer Sessions. We hebben net het derde optreden achter de rug. En dat was een beetje een verrassingsact ook, want normaal moest Moonrise hier staan, maar uiteindelijk is het Lenny geworden. Dag Lenny. Voilà, Moonrise is gevallen en ik ben ingevallen. Ja, voilà. Dus, ja. Lenny, bekend van Lenny en de Wespen. De Wespen zaten in het publiek, maar jij stond op het podium. Hè. De Wespen fladderen nu overal ergens uit, denk ik, in het land. Maar ja, solo vind ik dat ook tof om eens op te treden, dus fijn. Ja. Jij komt van Leuven, geloof ik. Wat ben je daar gaan doen? Ik organiseer ook muzikale wandelingen in Leuven, in Horst en in Zichem. Deze ochtend was het in Leuven. Dat is eigenlijk geschiedenis verpakt in liedjes in muziek. Ja, dat is heel tof altijd. Dus ik heb me een beetje moeten spoeien naar hier, maar ik stond toch nog net op tijd op het podium. Ja, echt rock'n'roll, vlak voor het optreden. Daar aankomen en dan direct erin vliegen. Je bent begonnen met een cover van Bruce Springsteen. Fan van Bruce Springsteen, kom je kijken volgend jaar? Zeker en vast nu. Ik vind Bruce vooral te smaken live op plaat. Vind ik hem ook zeker goed. Daar valt niks op af te dingen. Maar wat dat hij live doet, die warmte die hij uitstraalt. Hij speelt voor duizenden mensen. En toch heb je het gevoel dat hij ook voor jou alleen aan het spelen is. Dat kunnen er niet veel. Ik heb dat al bij Leonard Cohen ervaren en bij Bruce Springsteen. Die nabijheid, al sta je daar tientallen meters vandaan. Je hebt dan 57 Channels gecoverd. Favoriet nummer van jou? Of vond het gewoon nummer dat bij jou paste? Van de Bruce Springsteen nummers is dat... Hij heeft eigenlijk heel weinig cabaretteske nummers. En dat is het nummer dat voor mij het meest cabaretteske is van al zijn nummers. Dat sluit wat meer aan bij wat ik doe. En ik zag daar wel iets in om dat te vertalen. Maar als ik dat vertaalde, ging dat voor mij niet ver genoeg. Dus ik laat het wel in mijn vertaling helemaal uit de hand lopen. Ja. Tot bloedens toe. Maar dat vind ik net leuk om niet één op één te vertalen, maar er ook iets meer mee te doen. Hè, als ik mijn tekst aan het werk ga. Ja. Tijdens jouw optreden ook een gast uitgenodigd op het laatste moment. Kaiman, kennen jullie elkaar al lang? Ja, we hebben deze zomer eens samen gespeeld. Ik had hem bezig gezien. Super fijn wat dat hij doet. Ook de beheersing van zijn instrument. Dus hij kwam hier aan. Hij hoorde mij een bluesnummer spelen. Nu. En hij zei, mag ik daar niet op meespelen straks op mijn mondharmonica? Ik zeg, ja, dat is goed. Ik ging normaal met dat nummer beginnen. Maar ik heb het nu als laatste van de set gezet. Als een soort aankondiging al van Kaiman, die nu gaat beginnen. Afgelopen zomer heb je ook in Leuven opgetreden, samen met een aantal bekende gasten. Hoe is dat meegevallen? Ah, super, kei leuk. Wij bestaan dit jaar 20 jaar met Lenny en de Wespen. Dus dat hebben we gevierd met wat muzikale vrienden. Jan de Wilde, Rick de Leeuw en Andrea Kronenberg zijn komen meedoen. Het was een super, super fijne avond. En dan voor mij toch wel het summum van de zomer was Dranouter. Want dat is echt een festival naar mijn hart. Dat vind ik echt het fijnste festival van ons land eigenlijk. En daar mocht ik deze zomer voor de vijfde keer optreden om onze 20 jaar in de verf te zetten. Ja. En is dit zo'n beetje de afronding nu van de festivalzomer of komen er nog dingen voor jou? Ja, eigenlijk is dit een hele fijne afronding. Hè. Een picknick zo op het gemak, kalm. Ja, fijn hoor. Ik heb nog wel wat dingen staan. Nu zijn het vooral muzikale wandelingen. Ik doe ook nog andere muziekprojecten. Maar nu is de muziekzomer wel wat afgesloten, ja.